Jean-Marc, gefeliciteerd met je debuut in de tweede divisie. Yes, bedankt. Nulhouden, dus dat is goed. En de tweede divisie is een international rijker, hè? Ja, klopt. Dus ja, zoals ik zei, nulhouden. Een paar technische fouten hier en daar. Heel slecht veld, maar nul is goed. Hey, jij bent international van Aruba. Ja, vertel er eens wat meer over. Ja, ik ben internationaal van Aruba. Ik heb U13 tot U15, U18 tot U20 en nu een nationale selectie. En misschien in november gaan we een competitie spelen, Nations Cup. En daarna kijken wat er gebeurt. En wil de bondscoach niet dat jij wat vaker in actie komt? Ja, ja. Martin Koopman, ja. Hij moest vandaag kijken, maar we gaan kijken hoe het zit. Ja. Jammer dat hij niet geweest is? Ja, hij zei dat hij komt, maar ik weet niet als hij is gekomen. Dus, Was je tevreden over je prestatie vandaag? Ja, wel tevreden, wel rustig houden. 6 maanden zonder spelen. En, maar ja, toch hier en daar een paar foutjes, maar komt wel goed. Is het moeilijk om zo'n wedstrijd te keepen? Je kan eigenlijk alleen maar verliezen? Ja, we zijn in een slechte reeks, dus om zo te in te vallen is een beetje moeilijk. Maar we hebben wel goed gespeeld vandaag en 4-0 gehouden, dus dat is goed. Volgende week de derby tegen Linde. Is jij weer onder de lat? Dat weet ik niet. Trainer gaat bepalen, dus wat hij bepaalt, dan dat doen we. Dus dat is goed. Succes. Dankjewel. Hoor.